Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Dutch Generation X. Het eerste en ik vind ook beste Nederlandstalige wrestling kanaal op YouTube. Vandaag vind ik ook. Weer een nieuwe video voor jullie en dat is de review van de Grand State of them All, WrestleMania. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met, je hoorde hem al, dat doe ik samen met onze man in Amerika, Brian. Hallo, hallo, good evening. Een band ter plaatse, zeg maar. En, ja, New Orleans. En met Eike, die gewoon in Utrecht zit, denk ik. Ja, in Utrecht. Goeiedag. Hi, Eike. Yo. Ja, Brian, jij was er natuurlijk bij WrestleMania. Dus jij ja. Moet eerst zeggen, wat vond je ervan, zeg maar, in zijn algemeen? Algemeen, denk ik dat we waarschijnlijk wel vaak gaan mentionen. Ik vond het een beetje een Mania 21. Hmm. Maar in principe gewoon een goed, enjoyable Mania. Veel matches van genoten. En ja, dat was het zo'n beetje. Ja. Gewoon kort even. Eike? Ja, de Mania 21, ja, vrienden, ben ik helemaal mee eens. Op een gegeven moment dropte ze de bal. Maar tot halverwege de show was het op weg een van de beste Mania's ooit te worden. En sowieso was het sowieso een van de meest entertaining Mania's. Want ik heb nog nooit zo vaak gelachen tijdens een Mania. Ja, ik heb hetzelfde inderdaad. Toch een beetje wel, bij mij een beetje een zure nasmaak. Door het feit dat het gewoon teleurstellend was, die tweede deel, zeg maar. Maar inderdaad, dat eerste deel, dat was geweldig. Dan gaan we maar snel beginnen, want we hebben genoeg matches om doorheen te knallen. Mm-hmm. Ja, met de eerste kick-off match, en dat was de Andre the Giant Memorial Battle Royal. We kunnen wel heel uitgebreid elke entrant gaan bespreken, maar dat lijkt me niet verstandig. Ik vond het persoonlijk trouwens wel de één na beste Andre the Giant Memorial Battle Royal die ze gedaan hebben. Maar het grootste verhaal ermee was natuurlijk Matt Hardy en Bray Wyatt. Die blijkbaar nu een team zijn. Wat vonden we daarvan, Eike? Ja, het werd dus tijd dat Wyatt een soort van feest maakte. Mm-hmm. Want ze zijn er vaak aanrakingen voor geweest om dat te doen. En toen hebben ze het steeds niet gedaan. En toen is Wyatt steeds weer in de vergetenheid geraakt. Mm-hmm. En nu is die, lijkt me een soort van feest samen met Hardy. Ja. En ik vind het leuk. Ja, Brian, wat vond jij ervan? Live, zag je het aankomen? Nee, ik zag het niet aankomen. Maar op een gegeven moment hadden wij zo door van... Oh, dat is dus Matt Hardy met de twee vorige winnaars. Ja. En, maar toch vooral, Matt Hardy wint wel, joh. Het is nog zo'n typische face ding. Mm-hmm. Op een gegeven moment wil ze hem eruit gooien. En dan opeens wordt het helemaal zwart in de arena. Dan denk ik, oh shit, weet je, fucking hype. En dat was best een gaaf moment. Ja. Verder heb ik hem niet echt opgelet, dus ik vond niet echt... Ik ben niet echt dat ik kan zeggen van, ik ben met Tim het eens dat de tweede beste is of zo. Maar het moment met White en met Hardy vond ik wel superleuk. Ook erg interessant hoe de tag team verder gaat, zeg maar, met Raw en eventueel een tag title of zo, iets in de richting. Ja. Ik weet niet, misschien wel, misschien niet. Jeff Hardy die terugkomt, of daarmee wel invested. Natuurlijk. Jeff is natuurlijk hier. Ja, dus wat gaan ze daarmee doen? Misschien een stable of zo. Ja, nou, we gaan zien. Warriors. Ja. Goed, de volgende match dan. De tournament final voor de vacant Cruiserweight Championship. Cedric Alexander, die de title wint door Mustafa Ali te verslaan. Eike. Yep. Brian. Jij mag ook als eerste als je wil. Maar wat vonden we hiervan? Ja, hallo. Ja. Nou, ik vond dus, zeg maar, dat gedoe met White en met Hardy wel superleuk en helemaal naar mijn zin. En deze match brachten weer alles naar beneden, naar mijn mening. Ik was niet echt invested erin en ik vond de finish gewoon prima. Ik vond het niet echt een super goede match, maar het kan even dat het gewoon een live ervaring is dat ik op andere dingen zat te letten. Maar ik hoor graag van jullie. Nee, het ligt niet aan jou. Het was wel een goede match. Dat wel, maar vergeleken met tournament was het een beetje... Ik miste sowieso de neervals. Het was echt weinig wat ze deden om naar het einde toe te gaan, vond ik. Er waren wel wat momenten, maar het was niet zo hoog niveau als bepaalde tournament matches waren. Dat was denk ik een beetje jammer aan, maar het was wel gewoon goed. Dat wel.
Ja, het was een prima match inderdaad, maar niet... Ja, maar hoge verwachtingen voor, en die hebben ze niet voldaan. En ja, dat ga ik nog een keer zeggen straks, maar dat is jammer. Had best wel een van de betere matches. Ja, dat is jammer. Goed, dan gaan we naar de main event van de kick-off, kan wel verstaan. De Fabulous Moolah Memorial Battle Royal. Of ook wel de WrestleMania Women's Battle Royal, zoals we het blijkbaar nu noemen. Ja, de eerste WrestleMania Women's Battle Royal blijkbaar, zeggen ze de hele tijd. Ik bedoel... Ja, de vorige werd gewonnen door een man, dus misschien is het ook wel waar. Ja, goed. Dit was natuurlijk een beetje... ik vond het op zich wel lachen trouwens. Dit was minder dan die Men's Battle Royale, maar er waren wat leuke spots in. Maar ik vond het einde vond ik zeg maar heel cool en vet. Totdat opeens Naomi er kwam en won. En dat vond ik heel willekeurig ook, omdat... Kijk, ik weet niet of jij het door had dat zij er nog in zat, Brian. Nee, wij hadden dat ook niet door, want dat hebben ze nooit laten zien. Het was opeens Naomi en Becky liggen op de grond en ze hebben nooit laten zien wat er gebeurd was. Ik dacht dat Naomi en Becky buiten de ring waren. Ja. Dat was het dan. Ja, ik vind het een beetje willekeurig en ik had het prima gevonden als Bayley gewoon gewonnen had. Ik weet niet of jullie dat ook... Ik moet zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar van de andere kant ook wel zoiets van... ze hebben zo'n spot vaker gedaan in Rumbles en Battle Royals. 9 van de 10 keer zag ik het aankomen omdat ik wist dat iemand niet eliminated was. Dat vond ik wel het leuke aan, dat ik totaal niet wist dat Naomi er nog in zat. Dus ik was wel oprecht verrast erdoor. Ja. Dat is het enige wat ik er wel positief aan vond. Maar voor de rest, het einde met Bayley was leuker geweest. Ja, tenminste voor de match. Ja, ik weet niet of ze dat misschien wel een feest laten. Ik heb zeg maar een beetje reacties gefilmd en zo ook. Mm-hmm. Dit is echt de eerste van de aantal matches deze Mania waar ik echt zo kijk van ja, het zal wel. Ja. En dat zal ik wel over de andere matches ook wel praten als die er voorbij komen. Ja. Ik denk vooral de tweede helft. Maar dat is mijn... Goed, zullen we naar de main show gaan dan? Mm-hmm. Die begon natuurlijk met America the Beautiful. Even heel kort, Brian, wat vond je daarvan? Ik heb meegecheckt, ja. Ja, oké. Okay, je vond het mooi. Ja, maar goed, niet goed. Oh, de performance, ik vond hem heel leuk eigenlijk. Dus vergeleken met... Met de vorige vond ik het niet zo heel bijzonder. Nee. Maar wel beter dan... Altijd wel een mooi moment om USA te chanten, vind ik ook. Ja, zeker. Goed, gaan we naar de eerste match vanavond. Van de main show dus. De triple threat match voor de Intercontinental Championship. Miz tegen Seth Rollins uit Game of Thrones. En Finn Balor die homo is, maar niet. Dus. Eike, jij bent natuurlijk de Miz fanboy. Wat vond je ervan? Ik vond dit de match of the night. Ja. En ik vond een geweldige opener. Die in een kwartier tijd van alles neerzette. Ging best wel goed op en neer. Aardig wat neervals, aardig wat onverwachte spots. En het hoogtepunt van de match vond ik die curbstomp op Finn die op de Miz lag. Ja. Daar had ik echt het. Dat vond ik een van de grootste holy shit momenten in een match, zeg maar, qua holy shit, wat gebeurt hier ook. En ja, ik vond het gewoon een hele goede match. En ik vind het jammer dat Rollins wint. Maar ik heb er wel vrede mee. Ja, ik vond het ook een hele goede match inderdaad. Niet match of the night, maar wel een hele goede match. Ik vind het prima dat Rollins wint, want... Hij is van de Shield, dus... nee, schatje. Maar Rollins, daar had ik geen problemen mee. Al had ik Balor verwacht eigenlijk. Maar je hebt eigenlijk alles een beetje genoemd wat ik wilde zeggen. Dus Brian, wat vond jij ervan? Live? Ik ga het kort houden, maar ik ben wel mee eens met jullie. Het gaafste wat ik vond van live dan was... het hitte voelen van de pyro van Rollins. Mm. Dat voelde ik zeg maar tot daar. Dus het was echt... Ja, dat was mooi. In mensen hitte. Dat was ook wel gaaf. De rest is helemaal mee eens met de match en ik ga niet te lang over houden. Nee, goed, gaan we meteen door naar de volgende match. Charlotte tegen Asuka voor de SmackDown Women's Championship. Ik ben natuurlijk de women's correspondent, dus ik neem even voortouw. Ik heb hier veel mensen horen zeggen dat ze dit de match of the night vonden. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vond dit wel een goede match, maar ik vond het wel een stap minder dan twee andere matches op deze show. Waaronder de opener. Het is niet, maar waar we het vooral over moeten hebben natuurlijk is Charlotte won
Opeens. Opeens. Uit het niets. Brian, hoe was dat live? Wat vond je daarvan? Nou, we waren... Dus Michael en ik waren zo shocked dat dit de tweede match was vanavond. Mm-hmm. We zaten best lekker in die match eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment komt die Vicky voor. Het was ook die eerste submission van Asuka, was ook al gedaan, hè? Ja, klopt. Ja. We kwamen in die Vicky voor, Vicky 8, en denk van... het gaat echt lekker een match worden. Tap out. Oh, wat druk. Ja. Shocked, dat wel. Ja. En wel een leuke shock ook. Maar ja... Het kon meer, had ik zo'n gevoel. Verder wel een goede match, dat wel. Mm-hmm. Ja, Eike? Wel genoot. Ja, Eike, wat vond jij ervan? Oké, Brian, je bent klaar nu, oké? Okay? Eike mag nu zeggen wat hij ervan vindt. Ja, tijd voor Eike. Nee, maar wat jij zegt, dat klopt wel, Brian. Want de match duurde maar 12, 13 minuten. We waren echt heel lekker bezig. Dat was gewoon nog meer tijd, maar ja, ik heb geen zin in nog langere benen. Zouden hebben gehad, dan had dit echt een heerlijke matchstop kunnen worden. En dat bereikt niet. Ik was wel blij met de finish in ieder geval. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, want ik had geen zin gehad om de hele tijd maar tegen de screen aan te tikken, want dat gaat hij op een gegeven moment opbreken. Heb ik zelf het idee altijd. Nou, ik was er niet blij mee. Je hebt die hele build-up van die streak gedaan en dan de eerste match meteen op de main roster, title match, dan doe je meteen die streak eindigen. Vind ik zonde. Details je meer mee kunnen doen. Ik weet niet hoe jij dat vindt, Brian. Ja, maar tot wanneer dat je dan willen doortrokken willen zien. Sorry, Brian, zei je iets of niet? Nee, ik ben wel met TM eens, maar ik vond hetzelfde met Ike ook wel gewoon prima. Het was of Rousey volgens mij dan, die het zou kunnen verbreken. Maar hetzelfde vind ik ook wel, vaak qua huidige was het enige die het wel kan. Maar ik vond het wel te vroeg, ja. Ze wint de Rumble. Eerste Mania, weet je, under 4 gaat ze erin. Dus het is net als bijvoorbeeld fucking Goldberg van Hogan al verloren op IJsland. Dus, ja. Opeens. Ja, het moet wel even die title laten winnen. En dan eventueel verliezen, maar ja, goed. New Orleans dus. Niet de plek om je streak te verdedigen. Dat kunnen we concluderen. Ik wil heel kort even dit, want ik lees dit net namelijk. Rumors voor WrestleMania volgend jaar. Charlotte tegen Rousey als main event. Main event, oeh. Ja, dus dat zou de verklaring zijn dat ze Charlotte hier zo sterk neer hebben gezet. Prima. Eerst zien dat gelopen, maar... Ik heb medelijden met ze als ze weer als ze de main event zijn van een show van een 7 uur, want dan... Ja, je kan eigenlijk een beetje de tweede match op de kaart hebben, want dan is de crowd nog een beetje wakker. Maar goed. Dan gaan we naar de volgende match. Voor de United States Championship. Randy Orton tegen Bobby Roode, Jinder Mahal en Rusev Day. Brian, wat vond je hiervan? Een sfeertje met de entrances. Mm-hmm. Ja, zeker. Match was gewoon goed verder. Niet per se super awesome of zo. Maar het was gelijk heel naar de finishes. Dat was dus een beetje gewoon een leuke match. Ik heb ervan genoten. Finish vond ik ook, wat mij betreft, prima. Ik had niet echt per se verwacht dat Rusev zou winnen sowieso. Dus ik was niet echt teleurgesteld of zo. Maar Hall ben ik wel een beetje fan van, dus ik vind het allemaal prima. En kijk er wel graag naar uit, maar het kon voor mij echt niet echt uitmaken wie dan won. Ik had het liever niet nu nog gezien, want ik had geen zin in weer een title change. En als het dan moest gebeuren, dan liever Rusev natuurlijk, want Rusev is overal stuk. En ik ben een fan van. Maar Mahal als champ, oké, maar... de manier erop en... Ik was er geen fan van. En de match was ook oké, het was leuk, maar niet meer dan dat. Ja, ik vond het ook een prima match.
ik ben wel echt heel teleurgesteld dat Mahal won, eerlijk gezegd. Want ik heb een hekel aan Mahal. Ondanks dat ik zei dat ik hem laatst tijd cool vond, was hij toch de enige, zeg maar, die ik niet wilde zien winnen. Maar. En ik kijk ook echt totaal niet uit naar de rematch door Orton. Want Orton tegen Mahal had ik echt once again genoeg gezien. Goed. Punjabi. Genoeg daarover gezegd. Gaan we door naar de, ja, de langste match van de avond. En in mijn ogen ook de beste match van de avond. Dat is namelijk Kurt Angle en Ronda Rousey tegen Triple H en Stephanie McMahon. En ik denk een van de beste debut matches ooit. Ja. Holy shit. Het was gewoon echt gewoon, qua booking was dit gewoon echt perfect gedaan, vond ik bijna. Brian, ik weet niet, ben je het daarmee eens? Ik heb? Ja, Brian, ik noemde jouw naam dus. Mag jij nu zeggen? Oh ja, ik hoorde het net even. Ja, ik was ten eerste super verbaasd over de crowd reaction over Ronda. Want op Takeover toen ze zijn dan bezig met Ronda ging huggen, zeg maar. Het was een klein beetje een boe, zeg maar. Mm-hmm. Meer dan een boe in plaats van cheer. Dus ik was best verbaasd dat een. Ja, het kan misschien dat het gewoon media crowd is. Echt gewoon super, echt de hele match door. Heel de tijd achter Ronda Rousey was. Echt, alles wat ze deed was super fantastisch en epic. En wij vonden het ook geweldig. En de match was gewoon echt continu gewoon entertaining. En ja, match of the night voor mij, wat dat betreft. Finish was ook gewoon cool. Alles was gewoon leuk en genoten. En gewoon echt een sports entertainment match wat dat betreft. Helemaal leuk. Ja, Eike, wat vond jij? Ja, vooral wat je net op het einde bijna zegt. Helemaal entertainment. Het was echt gewoon. Ja. De definitie van een match die sports entertainment is. Dat was echt. Ik heb van begin tot eind gewoon genoten van wat er gebeurde. Gewoon de kleine dingen zoals. Ronda die op een gegeven moment heeft Triple H roept. I'm gonna go back beating your wife. En dan is het van, ah, eerlijk dit. Gewoon, het was actie. Het was heus niet allemaal geweldig of zo. Ja, maar het was gewoon heel leuk. En ja, dat daardoor hartstikke vet match. En voor mij de ene beste match van de avond. Ja, ik vond het wel allemaal geweldig. Ik heb echt genoten. Ik vond het echt geweldig dit. Ja. Ja. Het leukste vond ik dan nog de Triple H tegen Ronda ging. Ja, dat was inderdaad ook heel mooi inderdaad. En ja, natuurlijk wel het einde wat we allemaal verwacht hadden. Ik ben wel benieuwd wat ze nu op de korte termijn... De manier was vet, hoor. Ja. Dus die arm in één keer snapte. Ja, dat was sick inderdaad. Stephanie's dat is echt arm, uitstuigend. Dat zag er eens bruut uit, ja. Goed. SmackDown Tag Team titles nu dan. De Usos tegen de Bludgeon Brothers en de New Day. Eike, wat vond je hiervan? Nou, allereerst een shout-out naar de entrance van de New Day. Mm-hmm. Met een rollende bodemballen opwerking. Dat was hilarisch. Ja, dat was gaaf. Ik vond het de beste entrance ooit. Echt, toen ze op een gegeven moment een soort van worm of zo gingen doen daar om de ring heen. Ik was helemaal dubbel. Ik vond het zo geweldig. Ja, en de match zelf. Ik snap ergens waarom ze het zo gedaan hebben. Want ja, ze kunnen niet elke match lang laten duren. En de Bludgeon Brothers hebben ze natuurlijk heel sterk neergezet. Dus om ze dat ook nu kort te laten winnen. Daar komen ze nog sterker over. Ik vind het alleen zonde voor vooral de Usos. Maar ook New Day dat ze in een 5 à 6 minuten match zitten op media. Dus dat betreft heb ik zoiets van, doe maar weer lekker een match van een kwartier volgend jaar op de pre-show. In plaats van dit. Want het was gewoon leuk, kort en krachtig, maar dat is het ook. Ja, Brian, wat vind dus dat. Ja, ik heb in mijn eigen filmpje heb ik al gezegd van... Ik vind het leuk dat ik dit de beste spot op de kaart vond van deze match. Gewoon even echt na die high profile, crowd, zeg maar, die crowd naar die match van Ronda, moet je even toch even die film hebben. En dan, ja, ik vond dit echt, ik merkte gewoon dat weinig interesse was. Ik vond de finish ook echt opeens van, oh, dit is de finish. Ik zag niet eens aankomen, maar ik zet niet echt heel veel op live. Dus dat betreft prima spot op de kaart. En verwacht de winst voor de Bludgeon Brothers, en dat is het een beetje. Verder heb ik niet zoveel te zeggen. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Het was gewoon prima om nu even dit tussendoor te doen. Het was geen slechte match. Het was gewoon
wel, ja, was wel oké, gewoon, weet je wel. Lekker 5 minuten voor de match, om weer even tot rust te komen. Bloodgeboard is gewonnen natuurlijk, was te verwachten inderdaad. Ja, wat wil je zeggen? Ja, maar het was dus niet slecht wat ik wil zeggen. Het was gewoon niet slecht. Ja, dat zeg ik ook. Het gewoon even goede plek hiervoor. Het bouwde gewoon nog steeds op naar wat wij dus eerst zeiden van. Dat het eventueel echt de beste mee, ja, of een van de beste mee is. Dat bouwde dit wel nog steeds op. Dan is, ja. Dit is prima zo tussendoor inderdaad. Alleen, ja, goed, komen we nog later. Wat, goed, gaan we nu naar de volgende, ja, volgende ding, zeg maar. We hadden natuurlijk Cena die tijdens de kick-off in het publiek zat, in zijn street clothes phone. Met wat leuke reaction gifs ons gegeven heeft trouwens, hoe die daar zat. Ja, dat was wel grappig. En op een gegeven moment kwam er een rap naar hem toe natuurlijk, dat was na Charlotte tegen Asuka. En die zei, die zei iets, we weten daar niet wat. En toen rende die echt op de weg, dat zag er ook grappig uit, vonden we trouwens. Ja, dat was grappig. Joh. Ook mooi hoe Charlotte en Asuka daarom moesten lachen, vond ik. Beetje door elkaar. Toen kwam nu opeens Cena in zijn ring gear. En dan kwam er weer een ref rennen van hij is er toch niet, blijkbaar. Dus ging die weg en toen ging het licht uit. Dacht jij toen dat het teken zou komen, Brian? Of wist jij toen van... Ik dacht echt iets van, het zou iets anders zijn. Ja, ik had nooit gedacht dat het teken zou komen. En dat was het dus ook. Het was namelijk, we hoorden opeens een gitaar. En toen was daar Elias, die kreeg zijn spot. Cena even de crowd in weer. Dat was ook wel mooi gedaan, want daardoor kon Elias echt even zijn momentje pakken. En dat was mooi, toch? Vond je niet, Eike? Even dat liedje? Ja. Prima, toch? Ik was alsnog, voor het eerst was ik erg een boos op Elias. Puur omdat ik op dat moment wel echt even... Je werd een beetje meegenomen in het moment. Fuck off. Ik denk, goed. Elias had zijn dingetje gehad natuurlijk. Cena die denkt... Ik sla hem even in elkaar. En toen opeens... toen liep hij weer weg, toch? Ja, toen liep hij weer weg. Toen stond hij halverwege op de ramp. En toen hadden we daar opeens die Undertaker, toch? Ja. Hey, Undertaker. Ja. Daar ben je opeens. Ik vond het wat ze cool. Ik was heel blij dat ze acknowledgde dat hij vorig jaar zijn ring gear achter had gelaten in de ring. Dat vond ik heel cool gedaan. Dat wilde ik daar nog vragen. Wij zagen zo van die bliksemschichten naar de ring. Zag je dat in de arena ook, of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat was iets ontploft iets, ja, dat wel. Oké. Maar dat was niet hetzelfde. Jullie hadden ook bij de entrances van New Day en zo allemaal effecten. Ja, en, klopt. Inderdaad. Dat had mij niet. Nee, goed. Ja, dus... Dat ontploft er wel iets. Oké, mooi zo. En toen kwam Undertaker. En toen hadden ze een match. En... net iets langer dan The Rock tegen Rowan. Maar, de kortste match ooit op Mania. Ja, god. Het was echt... Taker zag er goed uit verder. Ik bedoel, het was met 3 minuten, maar hij was lekker snel en lekker fit. Cena heeft volgens mij letterlijk maar 1 offensive move gedaan. En dat is die side suplex die zeg maar doet voor zijn 5-knuckle shuffle. Ja. Toen was het chokeslam, tombstone, Taker wint. Ja, Brian, ik vond het heel leuk. Ik markte zeg maar. Ik ook. En ik vond het prima. Ik ook niet per se echt de match zelf, maar meer van het moment van, gewoon persoonlijk. Ik dacht van, Orlando, 33, ik heb tevens laatste match gezien. Mm-hmm. En dan ben ik hier. En dan komt hij hier een beetje even 3 minuten match houden. En dan wint hij gewoon één toestel van Cena en denk van, ga ik niet mee, wat een held. Ik vond het echt fantastisch om mee te maken. En ik denk van, dan wint hij weer. En dan, ik werd echt even emotioneel op dat moment. Toen hij won. Moest je huilen? Gewoon het besef dat hij er gewoon weer is. Ja, dat is mooi inderdaad. Maar ik zag op je Snapchat dat je zei zijn laatste match. Ik bedoel, denk jij dat dit zijn laatste match is? Of... Dat is een twijfelgeval. Dat zeggen we elk jaar weer. Maar... Ja, er zit een tweede match op, hoor. Lijkt mij dat hier een rematch uit voortkomt, toch? Of niet? Ja, dat denk ik ook wel heel zeker. Wat dat betreft vond ik dit wel... vond het gewoon echt een moment voor mezelf. Gewoon echt gewoon super cool. Ja, dit was mooi om mee te maken voor je, zeg maar. Ja. Eike, wat vond jij ervan? Nou ja, kijk, vooraf was ik een van de enige op Happening die er wel zin in had. Maar ik heb vooraf ook echt heel veel shit over die feud in de preview gezegd. Wat ik echt gewoon kut vond, dat ze pas op Mania gingen doen. Mm-hmm. Maar wat was ik
Wat ik fout zeg. Holy shit, ik voel me zo geweldig. En gewoon compliment voor Vince. Ik snap nu waarom hij het als zijn baby zag. Want dat heeft hij gezegd, dat dit zijn baby een beetje was. Dat was gezegd, hè, dat hij dat vond. Ja, oké. Maar het komt hetzelfde neer waarschijnlijk. Maar in ieder geval, ja, ik vond het geweldig. Wel nog een mooie Porsche Mania move in de match gehad van 3 minuten. Die was echt gewoon een meter mis. Die raakte hij niet, inderdaad. Daar ging China iets te vroeg naar de grond. Maar ik vond het geweldig. Ik had kippenvel vanaf het moment dat één keer zijn eerste bom was, totdat twee keer een match won. Ik sprong letterlijk op toen volgens mij die zicht gericht kwam. Ze sprong echt letterlijk op uit het niets. Geweldig. Sports entertainment weer. Ja. Ja, het bouwde gewoon op, echt gewoon naar wat we zeiden van, dit is echt gewoon een van de betere manias. Ja. Tot dit moment. Ja. Nou, ik vond, dat zeg je tot, ik vond de volgende ook nog prima. Maar daar komen we nu op. Daniel Bryan en Shane McMahon tegen Kevin Owens en Sami Zayn. Oké, dit was geen geweldige match. Ik vond het nog wel gewoon goed. Ik heb hiervan nog wel, kon hier wel van genieten. Het enige wat er was, is die stretcher job van Bryan. Daardoor was de eerste 5 minuten van deze match was vrij dood, zeg maar. Het ging overboeken vanaf hier. Het was wachten totdat Bryan weer terugkwam, zeg maar. Je merkt echt dat iedereen gewoon op zijn kont zat van, ja, we zijn hier voor Bryan en niet voor Shane. Daardoor was de eerste helft van deze match dood. Maar toen Bryan eenmaal kwam, toen, ja, vond ik het toch gewoon prima. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Ik snap wat je bedoelt, maar ik vond het eerlijk gezegd niet nodig. In ieder geval niet dat zo lang duurde. Ik bedoel, we hebben al 3 jaar op de return van Daniel Bryan gewacht. En dan zoiets, natuurlijk, een nieuw move van Owens en Zayn. Maar ik vond het een beetje, het is sowieso over dan. Ik zeg dus dat ik het niet goed vond, hè? Die stretcher job. Ik was het niet mee eens. Ja. Oké, nee, ik klinkt alsof je zegt dat ik het goed vond, maar ga door. Nee, maar dat vond ik gewoon jammer dus. Voor de rest was het een goede match. Maar er was veel meer ingezeten. Want ze hebben gewoon een kwartier tijd gehad. Ja, maar ik weet niet of er veel meer ingezeten had. Want het schijnt dat Shane echt legit, bijna gewoon echt legit gewoon niet veel kon doen. Omdat hij gewoon echt die... Maar dan had Bryan de match meer kunnen dragen. In plaats van... Bryan heeft eigenlijk in feite gewoon een pullback gedaan. Mm-hmm. En een match gewonnen. Ja. In plaats van een match zorgwerk. Wat ze ook hadden kunnen doen. Ja, maar dat dus had wel meer ingezeten. Het lastige waar ze mee zaten, dat ze Bryan ook niet voluit nog wilden laten gaan. Maar Bryan, wat vond jij ervan dan? Voor mij was het echt het keerpunt deze match. Niet zozeer omdat ik het slecht vond, maar het was gewoon... Je had zoveel matches op rij waar je echt gewoon sport entertained of gewoon super goed was. En dan stakte het uiteindelijk in de crowd. En inderdaad, de eerste 5 minuten of zo, of 10 minuten, ik vond het geen zak aan. Ik vond het niet om aan te kijken. En niet zozeer het slecht was, maar gewoon dat ik gewoon geen interesse had. Omdat het toen al was, zeg maar. En ja, die finish, dat was wat ik zei, de derde match waar ik echt had van, ja, het zal wel. Weet je, dat was echt, kan ik mij schelen of dat Daniel Bryan al gewonnen heeft. Ik was echt totaal niet invested. Okay. Dat had ik wel niet. Ja, ik was heel bij de Bryan. Ja, dat hebben wij anders ervaren, denk ik. Want toen Bryan eenmaal terugkwam, zat ik wel echt helemaal in bij deze match. Waarschijnlijk omdat het niet de beste was in de eerste minuten. Ja, dat vond ik wel. Ja. Want je zat in een arena waar iedereen dood was vanaf deze match. Ja. Goed, Zane en Owens verloren natuurlijk. Dus die zien we binnenkort in Ring of Honor, denk ik. Of Raw, dat kan ook. Hoop dat ik de tweede keer El Generico zie. Ja, dat zou ook lachen zijn. Ja, maar ze kunnen ook als Kevin Steen en El Generico naar SmackDown komen, wie weet. Goed. Oh ja. Ja. Dan gaan we nu naar de volgende match. En dit was voor mij het keerpunt. Tegen Nia Jax. Dus in. Ik vond dit eigenlijk by far de slechtste match vanavond. Dit was 10 minuten, dit voelde als 40 minuten. Ik snap ook niet waarom, want als je Nia laat winnen, laat het dan gewoon lekker binnen 4 minuten winnen ofzo, weet je wel. Waarom moet dit een lange match zijn? Nia kan toch lekker juist... Dit is nog juist de story dat je Nia overtuigd kan laten winnen. Ja, vraag maar raak.
Naya had toch in de eerste minuut had ze toch Alexa in zo'n gorilla press position, toch? Ja. Ja, deed me denken aan China Ivory. Ja, oh, nou, Ike is dat ook de hele tijd. Waarom niet gewoon zo'n match? Ja, nee, dat, ja, precies. Waarom niet? Maar dat weet ik ook niet. Misschien had je wel weer gewoon echt een leuke, korte match, zeg maar. Mm-hmm. In plaats van deze echt lenen echt al 20 minuten zo, joh. Dat was belachelijk. Ja, ik denk dat ze misschien dat niet helemaal durven. Omdat ze bang zijn als ze zo'n korte match zijn voor de backlash, dat ze de women niet genoeg tijd geven, zeg maar. Ja, dat verhaal achter klopt gewoon. Dus dat moet je gewoon durven doen. Want dat is een kopje. Ja. Laat die. Bro, je hebt met lessen vaak genoeg gedaan. Waarom doe je het nu een keertje niet? Holy shit, man. Echt bullshit. Want het eindstand is nu. Ik bedoel, nu doe je wel 10 minuten. Maar dan heb je een cutmatch. En dan hebben ze ook niks aan. Dus ja. Nee, dus dat was voor mij weer het match nummer 4 van het zal wel. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, want je hebt, maar dit was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van, nu moet het wel echt beter worden. Brian, Eike, wil jij nog iets zeggen over deze match? Nee, ja, je hebt het eigenlijk allemaal gezegd, hè. Zo'n ja, moment dat zo lang duurde. Want op dit punt dacht ik dus van, oh ja, nu gaat het beter worden. Ja. WWE Championship. Als je matches maar deliveren. AJ Styles tegen Shinsuke Nakamura. Ja, ik heb een hele goede samenvatting van deze match gezien. Dit voelde als 2/3 van een New Japan match waar ze de finish hebben weggelaten. Ja. Ja. Ik had echt het idee van, dit is echt een New Japan match en dit kan dus echt cool worden straks als ze dit echt doen. Maar ja, ze kwamen er nooit, zeg maar. Het bleef een beetje die langzame pace. En daardoor was het eigenlijk geen slechte match, maar als je het vergelijkt met wat je verwacht, wel echt heel erg teleurstellend. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, Brian. Nou, er zit bij mij een andere twist staan. Oh, oké. Okay. Ik heb vanaf de Daniel Bryan match heb ik mijn blas moeten inhouden. Tot het einde. Ben je gaan? Dus ik heb echt deze match echt zitten kijken met van, oké, nee, ik ga niet. Nee, want het is echt de epic match. En dan, dat was het alweer zo'n beetje. Dat was gewoon één en dan denk ik, heb ik hier van mijn blas ingehaald? Ja. Nee, ja. En een fenomenal voorarm, hè. Die niet vergeten. Nee, ja, Eike, wat vond jij? Ja, wat jij zegt, ben ik het eens, 2/3 van de New Japan match. Wat ik ook een beetje had, was... wat pak ik er ook weer mee? Het kwam gewoon niet over, het was dood. Dit had eigenlijk, en ik zie het niet meer in de World Title match, maar ze hadden eigenlijk deze match in het begin van de show ergens moeten hebben. Achteraf gezien. Het was niet het moment op de show er meer voor. Iedereen was dood op om aan te worden. En dan moet je je aandacht houden bij een match. Die technisch was die best goed. Er staat best wel leuke dingen in, maar het kwam niet verder. Ja, maar weet je, ik heb dit een hoop gezien. Mensen die zeggen dat het aan de crowd lag. Ik denk als je deze match gewoon copy-paste doet als derde match op de show, dat ik ook had gezegd, dit viel tegen. Want het was ook gewoon niet zo'n goede match. Het was echt niet zo'n goede match, maar het kwam niet verder. Nee, ja. Plus, wil ik nou zeggen? Ik ben het even kwijt. Het was wel een technisch goede match, maar het is niet waar ik op zat te wachten, zeg maar. Het moest fucking awesome zijn. En dat was het ook niet geweest als dit de derde match van de show was, denk ik. Want, en het heeft er ook mee te maken dat we, en dat mag ook wel van deze twee, dat je er gewoon meer van verwacht. Ja, nee, dat, ja. Dus als Corbin en Ziggler tegen elkaar waren geweest voor de WWE title, dan was er veel betere match geweest in de ogen van, holy shit, dat had ik misschien niet eens aankomen. Misschien, hè? Ja, maar... Maar beter. Ja, maar ik vind, ja. Vraag, wat heb je als star rating dan? Ik heb 3-1-4. Ik heb 3,5 op dit moment. Dat was eigenlijk het hoogtepunt van deze match, vond ik. Die U-turn. Want, ik moet zeggen, in de feud had ik ook steeds het idee van, mocht er ergens een turn komen, verwacht ik toch weer dat het AJ zou zijn.
Ik heb Nakamura niet zien aankomen. Meer ik erover nadacht. Maar Nakamura als heel, dat is die New Japan ook geweest. Ik weet niet hoe dat is geweest, waar. Maar ik kijk maar heb dat nooit gezien. Ik heb het nog nooit gezien. Nee. Ik heb nog niet eens inschatten hoe Nakamura als heel is. Ik vind het echt zeer interessant, dat wel. Ik vond wel. Ja, ik heb eigenlijk vanaf 2014 kijk alleen maar deze gimmick gezien ongeveer. Ja, hoe die zijn facial expressions deed na die U-turn, vond ik wel al veelbelovend, zeg maar. Hij zag er echt uit als een piece of shit, zeg maar. Dus dat stond dat hij natuurlijk toen op een gegeven moment deed. Ja, dat was echt zoals een deal dat gruwelijk kan doen. Dat ik zie dat van, ja, hier heb ik zin in. Ja. Dus het is jammer dat ze dit eigenlijk als setup gebruikt voor later bijna. Wat Mania ergens wel moet zijn, maar ergens ook niet. Dat moet er wel een regisseur, maar media moet ook eens nieuws kunnen opzetten, dat hebben ze er wel mee gehad. Dus ik kijk er wel. Ik vond dat deze match wel pas, want ik had wel Styles verwacht als winnaar natuurlijk. Ik vond het heel wel pas dat ze zoiets doen. Ik vind het niet jammer dat ze de setup doen, zeg maar, die heel turn is prima, maar dat was beter geweest dat er ook nog een kickers match geweest was van tevoren. Ja, dat wel. Goed. Tuurlijk. Ja. Maar Michael Jericho. Ja, goed. Ja, precies. Goed. Teleurstelling voorbij, gaan we naar de volgende. Cesaro en Sheamus, de Raw Tag Team Titles, tegen Braun Strowman en de Mystery Partner. Eerste de entrance van Cesaro en Sheamus. Vond ik in eerste instantie vrij willekeurig, snapte ik niet helemaal. Ik snapte het pas toen Braun Strowman kwam, zeg maar. Want ik vond het eerst al heel grappig om die mannetjes met die maskers zo weg te zien rennen, dat zag er wel grappig uit. En daarna pakt hij dat ding natuurlijk van die stage af. Dat kon ik waarderen. Daar moest ik om lachen. Was een typisch Braun. Maar ja, goed. Samoa Joe, Big Cass, Lashley, Batista. Ik heb al die namen gehoord. Zijn tag team partner heet Nicholas. En hij is een 10-jarige jongen. En live, ik moest er wel om lachen. Maar ik ben er ook wel teleurgesteld over, ondanks dat ik erom moest lachen. En de match zelf vond ik ook niet zo bijzonder. Ik weet niet hoe jij dit ervaren hebt. Ik vond het echt, Brian, blijkbaar. Echt het moment waar ik wel van Mania 21. Ja. Waar kijk ik naar? Ik denk van, ik heb me laten verrassen, zeg maar, van maakt niet uit wie het is. En ze gaat in de crowd en denkt van, het zal wel een nieuwe superstar zijn of zo, of wat dan ook. Krijg je dit? Ik denk van, als je deze gebeurt, dan ga ik echt, dan skip ik wel. Zo zou je echt een gaat doen. Ik kon je echt boos zijn. Ik voel het echt Ik ben het deels met je eens. In de preview heb ik het ook gezegd over de mogelijke partners van Braun. Want James Ellsworth en Kurt Hawkins zijn bijvoorbeeld bijgekomen op het algemeen. Ook als opties. Dat heb ik gezegd. Op het moment zou het leuk zijn, maar je hebt er uiteindelijk één kut aan. En dit is precies hetzelfde. Op het moment. Ik moest er wel even op lachen. Kijk, je zoekt toch naar die partner in de crowd. Duurde dus heel te lang, dat was al kut. Dat gaat niet ook. Dan gaat hij een superstar aanwijzen. Dan precies van, lachen. Gaan ze toch niet echt doen. En het moment dat hij echt op de apron ging staan, moest ik wel echt keihard wachten. Ik vond het echt hilarisch. En op een gegeven moment had ik ook precies van, waarom de fuck doe je dit? En waarom de fuck doe je dit? Je verneemt de hele Raw Tag Divisie hier ook even. Want het is gewoon een handicap match geweest. Stroman heeft de Tag Titles gewonnen. En er is niemand voor hem over om tegen te gaan. Want hij heeft eerst alle andere tag teams al in de Battle Royal allemaal verslagen in zijn eentje. En nu ook de tag champs. Nu hoor je een Bray Wyatt, maar die heeft hij natuurlijk nog niet verslagen. Ja, maar ik snap wat ik bedoel. Maar, er kan wel weer een team komen, maar het is gewoon kut. Dat moment dat hij intagde vond ik nog wel grappig inderdaad. Ik weet niet, Brian, wij dachten allemaal dat het een meisje was. Ja. Maar het was een jongen blijkbaar. Oh, ja. Nou, ik had wel ongeveer een beetje als jongen eigenlijk gezien. In live was het een jongen, oké. Ik dacht dat ze dit eens deden. Van, nu is de Storm 1 handicap match. Dan om Cesaro en Sheamus te laten winnen, zeg maar. Maar dat was ook niet zo. 4 minuten, Strowman wint, New Tag Champ. Ik denk persoonlijk dat hij de title vanavond verliest alweer. Dat we gaan scripten. Ik denk dat het geschript wordt op de tag partner. Ik denk zo'n beetje dat... Het Cactus Jack Charlie, zeg maar, weet je.
niet recognize van de Reign ofzo. Ja, dat zou ook nog wel. Ik zie dat ook nog wel gebeuren. Dat ze zeggen van ja, we zeiden je moest een partner hebben en we nemen dit niet serieus. Dus die hele match die is niet gebeurd. Dus je bent hier geen champ. Ja, ze nemen niet serieus. Ze hebben fotoshoots gemaakt. Zo, houd het op, joh. Ze nemen het wel serieus. Hij gaat gewoon een nieuwe partner in of zo. Hij heeft een rematch dan. En de partner gaat gewoon een big ass of zo zijn. Dat gaat ook weer tegen. Ja, maar kijk. Wat ik daarmee bedoel, ze hebben fotoshoots gedaan, maar ik neem aan dat Kurt Angle niet degene is die die foto's genomen heeft. Nee, dat is gewoon WWE's social media team dan, en WWE.com. Ik bedoel meer dat Kurt Angle zegt van, ik zei dat jij een partner moet vinden en ik neem dit niet serieus, dus ik ga die titles scrippen. Dat bedoelde ik meer. Dat zou een leuke wending zijn. Nou, ja. Ja, het zou de situatie redden. Het vind ik geen goed leuk. Nutteloos. Het is een oplossing voor een probleem dat ze zelf veroorzaakt. Taal van mede kunnen worden. Goed. Ja, dan komen we nu bij de main event. Oh god. Voor de Universal Championship. Brock Lesnar tegen Roman Reigns. Roman Reigns gaat winnen, toch Brian? Laat ik het zeggen. Jullie hebben het filmpje gezien op Instagram? Ja. Ja, je was blij. Het ontlading, de uitbarsting daarvan, is als volgende. Een jaar lang moeten we weten dat de build-up naar Mania 34, Reigns tegen Lesnar is, dat Reigns zou winnen. En uiteindelijk zei ik van, ja, ik ga niet. Uiteindelijk zei ik toch wel, nog geluk. En ik ben hier. En ik heb een goede eerste helft gehad van de media, een minder goede tweede helft, en dan uiteindelijk heb je dit. En in ieder geval, als Reigns nou echt gewoon weer gewoon op zo'n manier, hoe de match ging. In het begin daarvan, het was een beetje Lesnar en Goldberg, zeg maar. Dat je drie Germans, dan ging hij die speer doen, dan ging hij die boosbo doen. Nou, dat ging eigenlijk niet zo. Toen dacht ik een beetje van, het wordt een beetje Reigns taken van vorig jaar. Dat ik een aantal speers achter elkaar denk van godverdomme, weet je, heb je dit, heb je dus een finish, kick Lesnar uit. Oké, dat match duurt even wat langer. En dan komt die bladespot. Weer twee speers. Was het een Nee, wat was een elbow die gedraagd was. Echt gewoon het bloed, zeg maar. Dat was wel een cool moment. Vanaf toen was het echt een wedstrijd, maar echt in die F5. En ik denk van, ja, kick out. En 1, 2, 3 en echt. Ja, het is voor mij echt een hele uitbarsting van gewoon een jaar lang dit moeten verwachten en toch niet zien aankomen. En ik vond het gewoon mooi. Een avond komt niet meer stuk. Ja, het is leuk dat jij het mooi vond. Eiko, hoe heb jij het gedaan? Ik vind het echt belachelijk wat ze hebben gedaan. Ik vind het niet belachelijk dat de rest met iedereen, laat ik dat voorop stellen. Maar 6 fucking F5's. Je beschermt de hele finish het hele jaar door. Ik heb hier 6 en 5 gezien. Ik heb maar 2 gezien. Nou, het waren er meer dan 2. Ja, maar het waren er 6. Het waren er 6. 1 op de roundtable zelfs en 5 in de ring. En dan kikt er eruit 4. Dat vind ik echt volstrekt belachelijk. Dat je het hele jaar lang iedereen na 1 en 5 moet laten verliezen. En dan nu dit hebt. En ik vind het helemaal niet erg dat Lesnar met de shock wint. Ik heb ergens liever een fulltime champion ondertussen wel, maar dat Lesnar nu wint, niks er tegen, want het was anders nog meer predictable geweest deze match. En dit was echt de grootste shock sinds WrestleMania 30 te zien, vond ik. Ja, want ik zag het echt niet aankomen, ik was in shock. Maar ik ben niet meer op en ben ik eigenlijk gewoon echt pissig op wat ze hebben gedaan. Het hele jaar met F5 scherm is voor niks geweest. Reigns heeft gewoon een mix verloren nadat hij in een exposed turnbuckle kwam en een skull crushing finale. En nu kwam hij echt 15.000 F5's uitkikken. Doe normaal, man. Ja, nee, het slaat nergens op, ook denk ik. Ik moet... Ja, deel dan mee eens, want... Ik heb volgens mij niet eerst de eerste F5 meegemaakt en de kick-out daarvan. En ik praat volgens mij ook niet, want... was er ergens een reaction voor de eerste 4 F5's. En de eerste 3 spears. De crowd was alleen maar met beatball. Nee, daar wil ik wel wat over zeggen. Want ik heb deze match best wel aandachtig gekeken. En ik vond het best wel een leuke match gewoon namelijk. Maar ik heb het idee dat die crowd, die had vanaf het begin zichzelf voorgenomen. Dat geloof ik ook wel. Wij gaan hier niet naar kijken.
En die gingen allemaal andere dingen doen opeens. Ik denk, ja, kijk gewoon die match, jongens. Want het was geen Triple H tegen Roman. Het was beter dan dat. Absoluut wel. Ik zat wel te kijken ongeveer, maar ik werd nog steeds afgeleid. Ja, dat snap ik wel. Ik zeg ook niet dat het jouw schuld is. Ik zeg dat het al die andere mensen schuld is. Als je de hele tijd met die bitch was gaat spelen, dan denk ik, waar heb je de godsnaam een kaartje gekocht, jongens? Dan gaat dat wel weg. Maar goed. Ja, skip om in. Ik vond inderdaad al die F5's wel overdreven. Maar ja, je wist wel dat die F5 kick-out zou komen. Één en twee en misschien drie. En ik moet zeggen, het was wel overdreven, maar ik vond het wel weer mooi passen bij de manier waarop het ging allemaal. Voor de rest vond ik het gewoon, ik vond het best wel een leuke match gewoon. En dat Lesnar won, dat vond ik echt een hele leuke shock ook. Daar was ik ook wel blij mee gewoon. Ik ga er nog steeds van uit dat hij hem binnenkort verliest namelijk. En als dat niet gebeurt, dan werd hij daar over een maand of zo wel over. Maar ja, dus dat bloed zag ook brutaal trouwens, vond ik. Heel het gezicht. Ja, dat was ook gaaf. Dus ja, daar verder geen klachten erover. Alleen, toch... Overboeking. Ja, overboeking wel. Als main event misschien niet helemaal goed genoeg, maar als match vond ik het... Ik was sports entertained bij deze match, zeg maar weer. Goed. Dat wel. En oh ja, er is volgens mij geen enkel shot geweest. Dat les in de tuin omhoog, Jan. Hij zegt nee, dat is weggelopen. Dat was een beetje. Ik heb het vanmiddag over het lezen hier. Over dat gedoe met. Wij liepen al de arena uit. Ik bleef best nog lang staan. Echt juichen en echt schreeuwen. En still your reign defending en dit en allemaal. Ging allemaal chanten in de arena heen. Ik bleef best lang staan. En uiteindelijk gingen we eruit. En toen kreeg ik de pyro boven ons arena om. Op zeg maar. Oh, dat gebeurde ook niet. Dat is te laat afgegaan. En ze hebben dat alsnog afgelaten gegaan. Er ging iets missen uiteindelijk. En dachten ze van, weet je wat, doen we het eigenlijk voor de fans nog. Ja, en dat was fout gegaan. En toen hadden ze iets van, dat doen we voor de fans nog. Echt zoveel power nog omhoog schieten. Goed, maar dat was dus deze WrestleMania. Zijn we bij het einde gekomen van deze video. Dus dan bedank ik jullie voor jullie bijdrage. En dan bedank ik jullie voor het... Dank onze luisteraars en kijkers voor het klikken op deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat in de reacties weten wat jij van WrestleMania vond. Of je het met ons eens bent of niet. Kom weer terug voor de volgende video. Dat zal The Greatest Royal Rumble zijn, denk ik. Toch? Ja. Of New Japan misschien. Nee, ja, New Japan is eerst volgens mij. Nou ja, we zien het al. In ieder geval, tot de volgende keer. Doei. Hello.